op 72. Ik heb een glas water staan, omdat ik af en toe even moet hoesten. Dus. Zo. Maar dat kunnen jullie net niet zien. Hè? Nee, staat hieronder. Dat kunnen jullie niet zien. A tot de vijfde tot de macht 3 is gelijk aan. Nou, wat gaan we hier doen? Je hebt hier de basis. Xi tot de macht 3 bijvoorbeeld is x tot de macht 3, i tot de macht 3. Wat had je nog meer? Je kon ook nog krijgen x kwadraat tot de macht 3. Dan doe je de macht van de machten, dus de exponenten keer. En dan moet je nog goed opletten met die mingetallen. Dat ga ik nu laten zien. In andere filmpjes zit dat ook hoor. Vooral die eerdere filmpjes. Ik denk van 70 of zo, of 71. Zo werkt het met machten van een product. Dit noem je een product, hè? Dan doe je de 1 tot de macht 3, de andere tot de macht 3. Dat keer elkaar. Nou, hier krijg je dus min 3 tot de macht 3 keer a tot de macht 6. Want 2 keer 3 is 6. Keer a tot de macht 15. Ik denk dat jullie dit in één keer mogen. Ik denk niet dat jullie hier a tot de tweede tot de macht 3 van hoeven te maken. Dat is iets hoor. Zo. Nou, dan krijg je hier min 27 a tot de macht 21. Waarom? Je telt de exponenten bij elkaar op. Hè, bij keer. Dan gaan we naar som b. Geeft hij nog opnemen? Ja. Min 2a tot de macht 4 keer 3a tot de derde in het kwadraat. Nou, dit is min 2 tot de macht 4, a tot de macht 4. Ja, waar komt dit nu vandaan? Ik wil het toch een keer laten zien hoor. Dit is eigenlijk dit. Het is min 2a, 4 keer met zichzelf vermenigvuldigd. En daar komt het vandaan. Dan heb je dus die min 2 wordt ook 4 keer gedaan. Oh, dat kun je niet zien volgens mij op mijn filmpje. Die wordt ook 4 keer gedaan. Dan gaan we naar deze. Keer 3 in het kwadraat a tot de zesde. Ja, en dan krijg je dus 16. Want hij staat tussen de haken. De min gaat mee. Dus dan krijg je min, keer min, keer min, keer min. Ofwel een even exponent. Dus het antwoord wordt positief. En dan heb je hier nog staan a tot de vierde. Keer 9 keer a tot de zesde. En dan kom je uit. Nou, 9 keer 16 is 144. Dan kom je uit op 144 a tot de macht 10. Dan gaan we naar vraag C. Nou, kijk eens of het nog aan het opnemen is. Het gaat soms iets mis. Ik heb veel opnieuw moeten doen omdat het scherm helemaal zwart was. Had ik mijn scherm niet gedeeld. En ik was nog best fijn. Dan denk ik, oh, en dan zeg ik een woord dat ik niet mag zeggen. En dat vind ik wel niet. Hoe pak je het hier aan? Je doet p tot de macht 3, q kwadraat tot de macht 3. Dus je krijgt p tot de derde, q tot de zesde keer. En nu p tot de macht 3 tot de macht 2, q tot de macht 2. Dus dit is p tot de zesde, q tot de macht 2. Dit is een gemeen, want het is allemaal met 2 en met drietjes, maar net iets anders. En de p en de q lijken ook heel erg op elkaar. Dit is zo'n som waar ik me heel makkelijk in verschrijf. Dus ik loop mezelf nog eventjes na. Ja, klopt. Nou, nu mag je, en dit doe ik voor de uitleg, hoef je niet te doen. Hoef je echt niet te doen. Dit doe ik voor de uitleg om te laten zien wat er eigenlijk gebeurt. Je kan ze husselen. En dan kan je ze dus samen nemen. Dit wordt p tot de macht 9. En dit wordt q tot de macht 6. En hier kijk ik wel eventjes na. In ieder geval 7, hè. Even kijken hoe het moet. 6, 2. Kijk, is goed ook even kijken. Je telt deze bij elkaar op. Je telt deze weer bij elkaar op. En deze 2. En 6 en 2 is natuurlijk 8. En die 6. Nou, goed dat ik hem even nakeek. Dus ik zei het nog, hè, bij deze som maak ik wel van die stomme foutjes. Nou, zal ik hem nu overnieuw doen. Maar dan blijf ik bezig. Want ik heb hem al een keer overnieuw moeten doen. Dat mijn scherm helemaal zwart was. 6x tot de derde. Tot de macht 2. Plus 3 keer x kwadraat tot de macht 3 is. Hier doe je 6 tot de macht 2 en x tot de derde tot de macht 2. En hier doe je x kwadraat tot de macht 3. Die 3 niet. Die 3, kijk, als je dit hebt, dan doe je de 3 tot de macht 3, de x kwadraat tot de macht 3. Want de 3x kwadraat, die moet in zijn geheel tot de macht 3 worden genomen. Maar dat is nu helemaal niet aan de hand. Die 3 staat er gewoon voor. Dus dat betekent 3 keer alles wat erachter komt. Nou, hier doen we gewoon het standaard dingetje. Dan krijg je 3 keer x tot de zesde. En als je hier een overneemfout maakt en je plopt die 3 punten tussen de haakjes, krijg je dus een ander antwoord.
En is het wiskundig niet eens een fout, dan heb je gewoon per ongeluk een overneemfoutje gemaakt. Dus ook altijd even kijken, voordat je echt alles gaat uitzoeken, eerst even kijken, heb je goed overgenomen? Als het fout gaat, hè? Dus als je een fout hebt, kijk dan altijd eerst, oh, heb ik hem wel goed overgenomen? Nou, dit kan je dan nog bij elkaar nemen. Je hebt 36x kwadraat en je telt nog eens drie keer ja, dat dingetje erbij op. En dan krijg je dus 39x tot de zesde. Nog even afrekenen, dat is niet professioneel, maar... Hoest ook niet. Dan gaan we naar E. En ik wil ze per se af hebben. Dan zou ik denken, ach, dan doe ik het morgen. Maar ik wil ze per se af hebben, want ik denk dat sommigen weer erop zitten te wachten. Omdat het in het huiswerk zit, zeg maar. Zo. Voilà. De volgende. Daar gaan we weer. Nou, hier mag je dus niet doen de min 3 keer de 4. Het is echt, de min 3 staat echt apart. Die staat er los voor. Het wordt min 3 keer a tot de 8e. Keer a tot de derde tot de macht 3. Dus het wordt a tot de negende. Hè? Want bij machten, bij machten exponenten keer. En deze zo. Nu gaan we de dingetjes samen nemen. Dan krijg je min 3 a tot de 17e. B tot de derde. Even spieken als ik geen verschrijving had. En dan gaan we naar de volgende. Dat is F. Ik heb denk ik al een eerder filmpje al gezegd. Maar ik denk echt dat ik dit het leukste onderdeel vind. Van het stukje wat ik zeg nog maar lesgeven. Nu ik natuurlijk vanavond 4 en 5 mee heb en zo. Denk ik dat ik dit het allerleukste vind. Ik ben hier echt dol op. Kunnen sommigen denk ik zich niet voorstellen. Wat gaan we doen? De min 3 keer staat vooraan, die staat los. Dus het wordt min 3 a tot de 12e plus, en nu moet je even goed opletten, min 2 in het kwadraat. Dus die min 2, die moet tussen de haakjes. Denk echt aan die haakjes. A tot de 12e. Oh, shit. Zo. En dan krijg je dus min 3 a tot de 12e plus 4 a tot de 12e. En dan krijg je a tot de 12e. En daar mag je niet van maken. Ja, misschien schrijf je nog eerst tussendoor op 1 keer a tot de 12e. Dat kan. Maar dan echt als eindantwoord dit. 1 keer a tot de 12e, ja, dat is gewoon fout. Want dan heb je niet echt herleid. Dan ben je nog niet ver genoeg. Zeg maar een beetje zoals dat bijvoorbeeld 6 achtste werd ook fout gerekend. Daar moet je gewoon 3 vierde van maken. Als de som heet vereenvoudig. En hier herleid betekent eigenlijk ook een soort van vereenvoudig. Dus als dat de opdracht is, dan moet je dat zeker doen. Oh, we zijn al klaar. Nou, dat was hem weer. Dan zet ik hem weer uit.